Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Kafloris. Laat even een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. En we spelen weer Brawl Stars. De reacties waren erg positief. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Maar er waren heel veel positieve reacties van Brawl Stars. Ook mensen die zeiden van ja, Floris, het maakt niet heel veel uit dat je niet heel goed bent in Brawl Stars. Je wordt vanzelf beter. En we vinden het toch wel leuk om naar te kijken. Dus daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee dat de reacties positief waren. En daarom spelen we vandaag weer Brawl Stars. Mensen zeiden hier, Floris, je moet echt de crow kopen. Maar de crow is alweer weg. Dus dat is echt dom. Ik had hem gelijk moeten kopen. Maar ik kon toen geen video maken. En toen dacht ik van, ah, dan wacht ik maar eventjes voor de volgende keer. En dan koop ik dan wel crow. Ik ben in ieder geval ready. Karel de Vecht ook. En Timo ook. En wat wij gaan doen is knockball. Maar wat nog veel zieker is, wij gaan spelen. Ik ga trouwens even een andere brawler pakken. Doen we een keer Boel, denk ik. Ga mijn Boel pakken? Nee, ik wil even niet Boel pakken. Ik pak Rosa. Boom. Gewoon even Rosa. Wat ik dus wel even wil zeggen, is dat we dus met Karel spelen. En Karel, ik zal even zijn profiel laten zien, is een mega goede Brawl Stars speler. Laatste tijd speelde hij wat minder, maar hij was vroeger in de top van Nederland. En wat het zieke is, hij heeft Max. En Max is de nieuwe mythische brawler van Brawl Stars. En we gaan dus voor het eerst met dus Max spelen. Nou ja, wij zelf niet. Maar Karel gaat met Max spelen. We gaan kijken hoe Karel dat gaat doen. Wij spelen met Rosa. Daar heb ik echt heel lang niet meer mee gespeeld. En ik weet niet of die heel goed is voor Brawl Ball. Maar ik wil gewoon heel veel, dat had ik van tevoren ook al tegen Karel gezegd. Ik wil gewoon heel veel switchen met brawlers. Gewoon steeds een andere kiezen. Oh, even kijken. Na dit potje ga ik, ik ga het nu eventjes snel doen. Bam, bam. Ben zo weer terug. Ik vergat het namelijk weer. Om dus op de 4G te spelen. En ik vroeg het in de vorige video ook al. Van hoe zit dat nou met 4G? En dat zit dus zo. Brawl Stars neemt veel meer verbinding of veel meer wifi in beslag. Oh, we winnen dit potje easy. Timo. Trouwens, we spelen ook met een maat van Karel, Timo. En die is ook heel erg goed, dus dat komt allemaal super uit. Nee, wat ik dus wou zeggen, is dus dat mensen vroegen zich af van, ja, maar Floris, hoe komt het nou? Ik vroeg me trouwens af, hoe komt het nou van dat je, zeg maar, je Brawl Stars niet echt op wifi kan spelen. Of tenzij je gewoon hele goede wifi hebt. Maar ja, dat heb ik hier wat minder. Maar wel op 4G. Maar dat neemt dus gewoon veel meer verbindingen in beslag, Brawl Stars, dan een Clash Royale, dan een Clash of Clans. Dus vandaar dat het heel erg handig is om dat gewoon lekker op je 4G te knallen. En daar was ik dus zelf ook al achter. Helaas. Tweede potje verloren. Dat is echt eventjes balen. Ja, mijn verbinding viel er ook uit. Nou, dan gaan we gewoon even lekker door naar het volgende potje. Mijn verbinding viel er net even uit. En het wifi was ook een beetje een probleem natuurlijk. Maar ja, maakt niet heel veel uit. Gaan we gewoon lekker door naar het volgende potje. Deze helaas is verloren. Maar ja, het was gewoon zonde. Mijn gameplay viel ook even uit. Ik moest even daarop letten. Maar het is allemaal goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen, jongens. Derde potje gaan we wel gewoon weer winnen. Misschien ga ik straks even een andere brawler pakken. Ik vind Rosa op zich eigenlijk wel leuk. Nee, ik speel bijna nooit meer Rosa. Laat ik gewoon lekker met de Rosa spelen. Ik speel best wel prima. In de zin van dat ze veel damage doet. Dit is alleen even vervelend. Die Frank, die zit me echt eventjes achterna te zitten. En ik word er helemaal gek van. Wegwezen jij. Dat is een E-pit. Volgens mij heet die zo. Ik weet niet eens zeker. Die met die dingetjes. Ik zit hier rustig in het hoekje. Heeft het wel door. Oei. Ik wacht heel eventjes. Ik wacht even op Timo. Karel heeft weer een killetje gemaakt. Maar is zelf nu ook neer. Dus dat is nu 2 tegen 2. Frank komt via het midden. Even kijken of we die Frank kunnen aanpakken. Oeh, oppassen voor zijn special. Oppassen voor zijn special! Ja. Ik heb net op tijd weten te killen volgens mij. Ik weet niet zeker of het door mij kwam of door de Karel me goed gekiept had. Dat weet ik niet zeker. Boom. Oh, die komt bijna niet dood. Oké, is nu dood. Dan wacht ik heel veel op Timo. Ja, kill jij even die E-bit. Top, Karel. Timo gaat via links. Dan ga ik ook via links. Timo, zorg even voor de kills. Lekker, Timo. Mooi. Gaan we nu via links. Kill even die Frank. Die Frank is even heel belangrijk om te killen. We gaan via, om en dan gaan we het nu toch weer niet via om. Maar ik moet eventjes een extra killetje hebben. Kom op. Paas. Ik paas hem anders even naar... Ah, ik paas hem even naar voren. Mislukte. Zo, die met die knoppel, die maakte even een dubbel kill op zowel Karel als Timo. En hij killde mij. Dus dat was even een heel goed gespeeld van die vent. Probeer eens op afstand te houden. Het is wel weer een lastig potje. Die Frank is alleen echt slecht. Die Frank is echt slecht gewoon. Kom op, Karel. Kill hem. Ah, Karel mist helaas. Ja, mooi, Karel. Dit is netjes. Dan komt hier nu die... Voor mij heet die E-bit, maar dat weet ik dus niet eens zeker. En ik ga gewoon nu hardcore via de rechterkant. Ga ik gewoon eventjes... Boom! Ga ik schieten. Boom op goal. Nee, het mislukte. Oh, nog een keer. Ja, let's go. Dit was niet eens de bedoeling. Dit was oprecht niet eens de bedoeling. Maar we hebben hem gemaakt. Let's go. Het staat 1-0. Nu moeten we letterlijk gewoon even alleen in de defense. Maar ja, ik moet nu even oppassen, want ik heb bijna geen levens.
Dan moet je natuurlijk niet schieten, want dan gaan de levens er niet bij. Oh, mooie goal. Mooie goal van Ruben. Mooie goal. Mooie goal. Moeten we eerlijker zijn? 1-1. Ik had misschien een beetje bij kunnen komen, want ik moest natuurlijk eventjes wat levens erbij krijgen. Maar dat had ik misschien beter in het goal kunnen doen, in plaats van naast het goal. Misschien was dat een tactiekje geweest. Maar ja, ik ging niet in het goal staan. Misschien ook, ik had het waarschijnlijk sowieso niet gehaald, hoor. Dus daar niet van. Ja, die zien of het dood. Ja. Oké, heel mooi. Frank is dood. En we hebben nu 5 seconden. Dit is nice. Daar gaat de special van Max. Kan hij een paas? En Max probeert een paas naar het team. Of Karel bedoel ik natuurlijk. Probeert een paas naar het team. Hier, kom naar links. Kom naar links. Let's go. Ik ga hem even pasen. Ja, eventjes weg hier. Eventjes weg hier. Kijk, dit is het Barcelona-spel. Timo naar Karel. Verleg hem. Kom maar hier naar deze kant op. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. Oh, nee. Ja, ik zag hem rollen. Ik zag hem rollen naar het goal. Oh, ik ga even een andere brawler pakken. Ik ga even een andere brawler pakken. En zo denken Timo en Karel er waarschijnlijk ook over. Ik ga even een andere brawler pakken. Welke willen wij? Ik pak Colt. Let's go. Ik pak gewoon even lekker Colt. Munten, krachtpunten voor Carl. Oké, misschien Carl. Misschien pak ik Carl wel. Even kijken of we hier nog iets hebben. Jesse, Brock en tickets. Oké, let's go. Ik ben klaar. Karel is ook klaar. En dit is volgens mij niet meer Max. Ik ben zo noob dat ik gewoon niet eens weet of dit Max is. Is dit erg? Ja, dit is erg. Ik ga even kijken bij de knokkers. Is dit Max? Volgens mij heeft hij een andere gepakt. Ja, zie je, dit is een andere. Maar dit is weer zo'n rare skin. En dan ken ik letterlijk gewoon niet wie dit... Dan weet ik letterlijk gewoon niet wie dat is. Zo noob ben ik in Brawl Stars. Dat ik gewoon die characters niet eens allemaal onder de knie heb. Ik heb echt geen idee wie het is. Voor mij komen we nu wel tegen een Max. Maar we spelen niet heel lekker met Max. Of, nou ja, Karel speelt op zich wel lekker. Maar het ging even... Nu hebben we 2 op rij verloren. Eentje heb ik volgens mij uitgeknipt. Dat weet ik niet zeker. Dat kan ik pas straks zeggen natuurlijk. Maar die ga ik waarschijnlijk uitknippen. Omdat, omdat mijn gameplay eruit viel. Lekker. Altijd leuk. Maar daarna, ja, die tweede, die hou ik erin. En die hebben dus helaas op overtime verloren. Omdat ik eventjes wou rusten. En toen ging ik heel chill. Zo, Karel, wat is dit nou weer voor een special? Wat is dit nou weer? Dit is een Gravity Girl of zo. Die gewoon met Gravity spuit. Oh, ik weet niet eens wie het is. Misschien is het wel Max, jongens. Ik weet het allemaal niet. Of is die guy, die Raf, is dat Max? Ik weet niet eens wie Max is. Wat erg. Oké, maar ik ga even een goaltje maken. Als je het niet erg vindt, Karel. Als je het niet erg vindt. Ja, let's go. Vlogs heeft gescoord. Bam! Zo doen we dat, jongens. Zo doen we dat. Hoppatee. Let's go. Netjes. Mooi golletje. Dan, Jan, wil je nog even kijken. En dan komt daar een Daryl aan de zijkant. Dan komt daar een Carl aan de zijkant. Maaien. Ja, die hebben we gemaakt. Ja, kijk. Colt ben ik nog een beetje goed in. Daar kan ik nog een beetje mee raken, zeg maar. Ook omdat... ja, kom maar met die bal. Daryl, Timo, als jij nou even die bal pakt. Mooi. Dan paas je hem naar mij. Ja, goed zo. En dan maai ik hem in het goal. Nee, toch niet. Ik gebruik dan mijn special om te maaien in het goal. Maar dan mislukte ik het zwaar. Ja, ik moet echt dit vaker gaan spelen. Dan word ik er langzaam maar zeker steeds beter in. Oké, maar we staan nu wel gewoon 1-0 voor. Dus dat is dan wel weer fijn. Er komt daar een Carl een beetje mee bemoeien. Ja, kijk. Krijg je dat op je bakjes, die kogels. Hoppatee, Carl. Lekker eten. Eet die kogels maar lekker op. Boom. Ja, nice. Daar hebben zij een Daryl. En daar hebben ze een andere... Ja, oh, daar kom ik net niet bij. Eventjes wachten. Ga je een goal maken? Kom op, Karel. Karel de Vecht heeft deze lekker gescoord. Let's go, hè. Dikke sterspeler. Bam. En is dat dan Max? Ik weet het niet eens. Ik weet alleen wel dat hij begon met Max. Maar ik weet niet of hij eindigde met Max. Maar let's go. Dit potje hebben we easy gewonnen. Golletje van mij, golletje van Karel. Gaan we gewoon lekker even doorstralen. Ik weet niet hoe lang we doorgaan. Denk rond de 16 minuten of zo. Ik knip er sowieso een paar uit. De verliezen knip ik meestal eruit. Tenzij het een leuke verlies is. Zoals die ene, ja, de afgelopen verlies. Niet het potje hiervoor, maar het potje daarvoor. Dat was een leuke verlies. In de zin van, dat was gewoon echt lekker spannend. Maar gewoon als het... waarom pas ik hem nou naar diegene, naar Carl? Dat is niet de best. Dat is niet zo slim. Nou ja, jongens. Eventjes gewoon een folder doorheen. Wat dacht je daarvan? Boom. Jesse neer. Mortis neer. Nee, Mortis niet neer. Kom, Timo, let's go. Oh, maaien. Weg bij Carl. Schiet hem erin. Heb je hem gescoord? Timo, kom op. Timo. Nee, je hebt niet gescoord. Hij heeft niet gescoord. Oh, dit is balen. Timo is ook neer nu. Nu moet Karel natuurlijk weer in de achteruit. Oh, we hadden daar zo zwaar moeten scoren, zeg maar. Dat was zo slecht van ons allemaal. Dat ik daar dood ging. Oh. Ik probeerde even Mortis te raken met mijn special. Maar die is nu wel dood. Ik heb hem wel wat zwakker gemaakt. Best wel veel Carls zie ik trouwens sowieso. In deze video. Of, ja, in Brawl Ball. Ik weet niet of Carl een goede brawler is daarvoor. Maar het valt mij op. En nu, ja, nu zit Timo... Ja, kijk. En Timo maakt zijn fout. Het was niet echt een fout. Maar Timo maakt het een soort van goed. Door lekker 1-0 te maken. En dan staan we gewoon lekker 1-0 voor. Dan moet natuurlijk, zoals we wel weten, nog één killetje. En dan is het GG.
En deze Carl die mist zijn dingen volledig. En dan maak ik hier even een dubbelkill. En dat komt even goed uit. Dan moeten we even iemand die Jesse killen. Let go, let go, let go. Boom. Schiet. Pasie. Timo maakt het af. Nee, Timo. Wat doe je ook? Timo Paas met Karel. Karel maakt het af. En nu gaan we even. Nu zitten we even lekker in de flow. Karel is weer in vorm op zijn oude pro-niveau. Ik speel met een brawler waar ik gewoon iets beter mee ben. Met Colt namelijk. Die ken ik gewoon goed. Dat is ook een van mijn hoogste brawlers. Samen met Brock. Daar ben ik ook dus wel redelijk goed mee. En Timo speelt heel lekker met Daryl. Gaan we gewoon even lekker nog een paar potjes spelen. Bam. Gewoon even rammen. Totdat we weer verliezen. Totdat we uit de flow zijn, jongens. We zitten nu in de flow, dus kunnen we niet opgeven. Dat mag niet. Dat mag niet. Jesse komt daar aan. Oké. Dan maai ik Jesse nu neer. Nice. Dan ga ik kijken of ik bij die Bo kan. Dat is niet eens nodig. Want zij maken Bo al kapot. En dan boom. Door. El Primo is neer. Nu ben ik zelf ook neer. Ja, helaas. Ik dacht, ik maak eventjes een grap. Maar het duurde iets te lang. Want El Primo, die was neer. Maar er was geen ruimte. Want de andere twee waren weer gespapt. Ik zie dat we de bal hebben. Gaan we een scoren? Ja, Karel scoort weer. Jongens, let's go. Karel Legend. Karel gaat even lekker, jongens. Heerlijk. Oké, ja, ik maai gewoon altijd bij het begin. Maai gewoon vol mijn Colt. Maai ik gewoon vol met de kogels er door het midden. Let's go. Dan ga ik dit even kijken. Oh, nee. Ik ga dood door Bo. Dat is even balen. Zo'n landmijn van Bo. Dan zie je het natuurlijk wel liggen. Maar ja, dan soms zie je het gewoon niet aankomen. Dan boom. En dan ben je alsnog gewoon lekker dood. We hebben wel een special nu. Dat was nice. Dan gaan we even kijken wanneer we die kunnen gebruiken. Oké, nice. Dan ga ik dat dingetje even... Oh, alsjeblieft. Ja, toppie. Boom. Ja, Bo wel weak gemaakt, maar niet gekilled. Dan pas ik even die bal naar voren, naar Karel. Want Karel is onze topscorer. Ja, en hij gaat nu weer scoren. Hij gaat weer scoren. Hij wacht eventjes. Hij loopt een beetje te trollen met de spelers. En let's go. Karel scoort gewoon weer. Hij is weer sterspeler. En we komen nu lekker in die flow. Het gaat nu echt heel erg lekker. Colt gaat zelfs richting rank 20. Of ik weet niet eens of het rank 20 is. In ieder geval richting de 400 cups. Het zal wel rank 20 zijn. Ik denk dat ze dat wel zo eerlijk doen. En we gaan gewoon lekker weer door. We komen nu tegen een Daryl, tegen een... hoe heet hij ook weer? Die cactus. Spike sowieso. Spike. En we komen tegen... Die met die knobbel. Ik weet even nooit hoe die heet. Het is volgens mij niet Bibi. Voor jullie is dit heel leuk. Stel, ik zou niet alle kaarten van Clash Royale weten. Dan zou ik ook echt als kijker denken... Oké, wat is jouw idee hiervan nu? Waarom weet je dat allemaal niet? Nou, dan moeten we even wachten totdat we... Weet je, ik ga hem gewoon even in die hoek gooien. Boom, ik ga hem gewoon even in die hoek gooien. Gewoon even weg daar. Gewoon even lekker in de hoek. Dan zit hij aan hun kant. Karel probeert hem te pakken. Misschien had ik hem niet in de hoek moeten gooien. Maar dat moet je eigenlijk bij defense moet je dat wel doen. Dan gooi je hem altijd in de hoek. Maar ik denk dat je er bij aanval, als je zelf in de aanval bent, is het misschien niet heel handig om de bal in de hoek te krijgen. Want dat is best wel moeilijk op te halen natuurlijk. Maar ik dacht, ja, dan kunnen hun hem ook niet gelijk pakken. Dat was een beetje mijn tactiek daarachter. Boom, die is neer. Dan nu zijn er twee neer. Nu moeten we in de aanval. Als Daryl ook neer is, dan zijn ze allemaal neer. Ik heb mijn special, dus die kan ik als de immuunzooi er klaar mee is. Of als ze, zeg maar, niet allemaal immuun meer zijn. Dan kan ik... Oh, Karel scoort al. Dan wou ik net zeggen, dan kan ik even bam. Zo'n volle blast gewoon door hun allemaal heen. Kijk, dan kan bijvoorbeeld zoals dit. Ah, oh, ik mis alles. Ah, oh, ik wou het zo mooi doen. Het lukte niet. Oh. Ik had niet door dat ik die... bal gepaast kreeg. Dus ik had hem gelijk weer weggegooid. Timo is trouwens ook goed door. Dat moeten we niet vergeten. Die maakt ook kill na kill met zijn Daryl. Dat is ook zeker niet verkeerd. Nou, Karel, ga je het afmaken? Spike is neer. Kom op. Wegwezen jij. Ja, nu heb ik een special. Nu ben je bang, hè, Daryl. Nu ben je bang. Nu mag je alsjeblieft, kom nu in de buurt. Want dan maak ik jullie allemaal... Ah, shoot. Ik wou net mijn special gaan doen. Ik denk dat ik na dit potje de video ga eindigen. Kom op, Karel. Maak dit goal. Oké, Timo heeft gescoord. Weet je wat? We gaan hier bij de video eindigen. We zijn nu onverstaanbaar. We kunnen nog 10 minuten door. Maar anders wordt het zo'n lange video. Nogmaals, bedankt, Karel. Bedankt, Timo, voor het meespelen. Dan ga ik even daaruit. Ga ik even al mijn boxen openmaken. Super bedankt, Timo. Super bedankt, Karel. Dat jullie mee wilden spelen. En we krijgen gems. Oh, ik ben altijd soms veel te enthousiast. Oké, munten. Rosa. Barley, helaas. Oké, en dan nu. Munten. Barley. Colt. Oké. En dan nu. Munten. Brok. Colt en niks. Oké, nou super bedankt voor meedoen, Karel en Timo. Echt strijders jullie. Wil je nog een keer meedoen? Laat zeker achter in de comments. Maar jongens, in ieder geval, in de comments, app me gewoon even, Karel. Komt allemaal goed. Jongens, ik hoop dat je genoten van de video. Wil je ook meedoen? Join Dutch Corps als clan. En soms ga ik ook gewoon met clan genoten. Ik hoop dat je genoten van de video. Bedankt voor het kijken. Zie je in de video. En tot dan, mensen.